kom graag naar rommelmarkten, omdat ik hier kan snuisteren in de afval van onze maatschappij. C'est combien? Ça, normalement c'est 5 euros. Pour vous, 3 euros. Ça va, ok. Je sais pas. Ok, ça va, y a pas de problème. C'est complètement mon dada. Ik heb wat ik zocht. Schoon stukje roest. Ik ben daar gelukkig mee. Mijn passie dat is eigenlijk een overblijfsel uit mijn jeugd. Toen mijn moeder de aardappels geschild had, stelde zij vast dat haar aardappelmesje verdwenen was. En mijn vader moest dat zoeken, hij vond dat niet. En dan hij stelde voor van een nieuw patatemesje te gaan kopen. En dan pas begon de ellende, want mijn moeder wou haar eigen patatenschelpje terug. En vanaf dan kende ik de waarde van het aardappelmesje in het gezin. Ik maak dus messen uit afval, twee delen. Een staal lemet en een handvat uit recuperatiemateriaal. Dit is rotte esdoorn. Die 8 jaar buiten gelegen. Ik gebruik ook wat minder courante materialen voor de heften. Onder andere schuimkoraal, muscusoshoorn. En als laatste voorbeeld heb ik hier dus gevuurde beuk die geïntoxiceerd is door wormen. En zij hebben daar ook wat uitwerpselen achtergelaten, stront zogenaamd. En ik heb dat gestabiliseerd. Ik ga ervan uit als Delvoye stront mag verkopen dat ik dat ook mag doen. Het maken van messen geeft een enorme voldoening. Maar nu gaan zij dus een nieuw leven tegemoet. Dag Peter. Meneer Van Loeken. Beste wensen. Stel voor u. Ja. Ik heb wat mee voor u. Heb je wat mee voor mij? Ja. Dus als televisie is, krijg je cadeaus? Ja. Ivo, recuperatie. Dat zijn de kaasmest. Zoals jij gevraagd hebt. Zeer mooi. Zeer elegant, zeer fijn.